Ja, vrienden. Ja, ja. Weer die Kaag, hè. Ja, ze flikt het gewoon weer. Ik bedoel, ze zit weer onder onze huid. Ze maakt ons weer kwaad. Je krijgt zo'n ongelofelijke hekel aan dat mens. En ze doet het met speels gemak gewoon. Ja, het kostte gewoon geen enkele moeite. Want die Kaag, die heeft gewoon besloten, in het leven trek ik me van niets en niemand iets aan. Nee. Dus wat hebben we dan gezien weer? Dus wat krijgen we dan? Zij moet dus in de kamer komen, hè, want Rutte kon niet en weet ik veel wat. En zij was dus de aangewezen persoon om het te hebben over de koopkracht. Hè? Want dat speelt nu op dit moment, dat is de topic. Hè? Mensen kunnen gewoon geen gas meer betalen of mensen kunnen bijna geen benzine meer betalen. En dat wordt alsmaar moeilijker en moeilijker. En dus moest zij in de kamer zijn. Gewoon. En dat is vaste afspraak. 2:00 dinsdagmiddag. En nee hoor. Kaag die komt niet. Nee, Kaag zegt ja, ik heb me keurig afgemeld. Maar hallo, als er bijzondere omstandigheden zijn zoals nu, dan heb je er gewoon wel te zijn, mevrouw Kaag. Want jij bent in die positie neergezet om zaken te regelen voor de burgers. Jij bent er voor de Nederlander. Ja, je bent daar niet voor jezelf. En dus gaat mevrouw gewoon, trekt zich van niets en niemand iets aan. Gaat keurig naar Maastricht en gaat daar een speech houden over Europa. Alsof dat op dat moment belangrijker was. Nee, natuurlijk niet. En dat doet ze gewoon. Ja, en die komt gewoon niet in die kamer. Nou, en al die mensen waar ik het ook allemaal soms niet mee eens ben. En Klaver en Wilders en noem het allemaal maar op. En Marijnissen. Die gingen natuurlijk uit hun plaat. En die hadden in dit geval helemaal gelijk. Want vrienden, als jullie of ik dat zouden doen. Hè, in je werk. Dan word je gewoon ontslagen. Ja, dan ga je eruit. Sodemieter op. Maar niet in de politiek. Nee, want die blijft gewoon zitten. Die Kaag. Ja. En dan s'avonds gewoon. Alsof er niks aan de hand is. La 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 la. Nog eventjes op tv verschijnen. En daar nog een beetje babbel de babbel. Ja, dan wordt moeilijk om mensen te compenseren. En belasting te verlagen. Oh, dat is allemaal zo lastig. En dan begint het weer te koken. Hè. Dan begint die hekel aan Kaag. Die begint weer. Ja, kakelende Kaag, hè, zo hebben we het er al genoemd. En dat blijft het gewoon. Dus, er is maar één hoop voor mij, vrienden. Dat er mensen zullen zijn die tot inkeer komen. En die gewoon bij nu, bij de gemeenteraad, even aan D66, maar vooral aan Kaag laten weten. Hier hebben we geen trek meer in.